Dan basketbal. Vorige week woensdag heeft het damesteam van Grasshoppers voor het eerst in ruim 20 jaar weer de bekerfinale behaald. Ten koste van Dozie den Helder pakte de equipe van de coaches Driessen en Star de overwinning. En daarmee een plek in de finale die gespeeld gaat worden op zaterdag 25 maart in Katwijk tegen Lektetek. We zitten in het tweede kwart van de wedstrijd en daar legt Grasshoppers de basis voor de overwinning. Tegenstander Den Helder scoort slechts 1 driepunter en 1 vrije worp in dat kwart. En de Katwijkse dames kunnen daardoor een voorsprong opbouwen van 9 punten bij rust. Na rust dan gaan de scorers gelijk op, zodat het verschil ongeveer gelijk blijft. En in het vierde kwart weet het thuisteam met nog 2 minuten te spelen de voorsprong uit te bouwen naar 11 punten. En dan wordt het in de slotfase toch nog spannend. Den Helder komt terug, 63-60 met nog 38 seconden te spelen. Maar Fleur Kuyt maakt met een verre driepunter aan alle onzekerheid een eind. Eindstand is 68-60 in het voordeel van Grasshoppers. Maaike Klein, jullie hebben het spannend gemaakt hier vanavond. Ja, jammer dat we dan net niet winnen. Hè? Dat is jammer. Dozie Den Helder en Grasshoppers, dat heeft wat met elkaar. Zijn jullie aan elkaar gewaagd? Is het de spelstijl? Nou, wij hebben het altijd lastig tegen Grasshoppers. Dus alle lof voor Grasshoppers dat ze nu ook weer winnen. We hadden nu goede tactiek bedacht. Ik denk dat het wel goed uitpakt. Alleen het tweede kwart scoren maar 4 punten. Dus ik denk dat het daar misging. Dan maak je het op het eind nog spannend. Maar dan maak je een paar domme fouten. En dan ben je gewoon meteen 8 achter. Dus dat is jammer. En vooral heel erg stevig verdedigd. Hè? Zoveel werd er niet gescoord. Nee, zeker niet. Zeker de eerste helft. Bij ons, van onze kant niet. Grasshoppers speelt altijd hard met energie en dat hebben we niet helemaal gematcht, denk ik. En jullie coach liet zich ook wel horen. Sorry? Jullie coach liet zich ook wel horen. Ja, dat is standaard, dat is altijd. Daar zijn jullie aan gewend? Ja, ik hoor het bijna niet meer. Nou, vertelde je me net ook dat je in het Nederlands team speelt, ook met meiden van Grasshoppers. Hoe is het dan om tegen bekenden te spelen? Ja, ik vind dat leuk. Ja, je hebt klik met elkaar en dan op het veld is het hard tegen elkaar, maar buiten het veld allemaal leuk. Dus. Het is altijd leuk. Bekeravontuur dan nu voorbij, denk ik? Ja, jammer genoeg wel. Dus de competitie, wat worden daar de kansen? We hebben nog goede kansen. We moeten zaterdag toevallig tegen onze directe concurrent. Dus we gaan denk ik om de plek van 4 strijden om dan tegen de nummer 1 te spelen in de play-offs. Dus. Einde beker voor Den Helder, maar voor Grasshoppers sloort de finale. Op zaterdagavond 25 maart in Sporthal Kleinduin wordt gespeeld tegen tegenstander Lektetek. .nl uit Bemmel. En toch werd het aan het eind dan nog even spannend. Ja, dat zul je altijd zien, hè. Dus we hadden echt wel een gat geslagen. Maar dan, je ziet dat de hele wedstrijd toch wel een beetje close is. En dan, dan zien ze toch wel gewoon het gat nog wel even kleiner te maken. Maar gelukkig hebben we gewoon ons rustig gehouden en hebben het goed uit kunnen spelen. Ja, ik denk wel dat het met de speelstijl te maken heeft. Wij zijn natuurlijk wel een team wat gewoon echt graag aanvalt. Niet per se in gestructureerde lijnen speelt. En ja, ik denk dat dat toch wel, dat het voor hun best wel lastig is. En leuk om jou weer terug te zien in Kleinduin na 9 maanden. Ja, het is heel fijn om weer op het veld te staan. Hard voor gewerkt, maar het is gewoon fijn om weer gewoon met die meiden gewoon te kunnen basketballen op het veld. Ja, want hoe doe je dan weer ritme op als je er zo lang uit geweest bent? Ja, eerst gewoon rustig gaan trainen, steeds meer gaan trainen. En vorige wedstrijd heb ik zo'n 9 minuten gespeeld of zo. Dus ja, dan kom je gewoon langzamerhand kom je een beetje in. Maar je ziet toch wel dat het wedstrijd bij wedstrijd pak je wat meer minuten. En zodoende moet je gewoon meer vertrouwen en meer ritme zien te krijgen. En het team moet denk ik ook weer even aan je wennen, of valt dat mee? Ja, weet niet, dat zou je eigenlijk aan hun moeten vragen. Nee, maar ik weet niet, het zal misschien weer iets anders teweeg brengen. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar het hele jaar al samen gespeeld. En dat ging eigenlijk van het begin af aan eigenlijk al heel soepel. Dus is geen probleem. En toch zag ik vandaag weer 4 geblesseerden langs de kant. Ja, helaas wel, ja. Ja, het is gewoon spelen op topniveau, dat brengt soms blessures teweeg, helaas. Er zijn natuurlijk een aantal meiden wel wat te langer geblesseerd al, waaronder ik zelf. Maar goed, hopelijk kunnen we gewoon tot die play-offs fitter en fitter worden. En dan ben je weer net op tijd terug, denk ik. Ja, precies. Nog net even tijd genoeg om goed ritme op te doen en met voldoende vertrouwen richting die play-offs te gaan. En toch dacht ik bij elke val van jou van oei, dacht je dat zelf ook? Nou nee, je bent nog wel wat voorzichtiger, maar je krijgt gewoon steeds meer vertrouwen. Dus als je gaat, dan ga je er ook wel gewoon vol voor. 8 punten, 5 rebounds.
Ja, ik hoorde het. Voor vandaag is het, ben ik daar tevreden mee. En vooral met het resultaat dat we gewonnen hebben. Ja, dat is altijd zo, hè. Als je bekerwedstrijden tussendoor hebt, heb je in één keer 3 wedstrijden in de week. Maar ja, voor mij ook wel weer lekker om ritme op te doen. Dat is waar. En halve finale nu door, dus meteen finale. Is dat weer Final Four? Hoe werkt het? Nee, dat is gewoon de finale wedstrijd. Volgens mij is die 25 maart. Dus, en het gaat nog afwachten zijn tegen wie we moeten spelen. Dus wij gaan in ieder geval alleen maar voor die beker. Dus,